Alain, ja. Wat moet een vrouw boven de 40 nou doen om lekker fit te blijven? Lekker fit blijven, nou ja, we groeien allemaal naar de 40 toe. De bot aanmaak, je spieren, je zenuwen, alles is in de groei. Van het moment 40 tot 60 komen de meeste dames in een periode van de menopauze, de overgang. En dan is de afbraak van calcium bijvoorbeeld in je botten erg aanwezig. Dus we moeten vitamine C, vitamine E. Ja. En met name tarwekiemen zijn heel goed om de vrouwelijke hormoon oestrogeen aan te vullen. Aan te maken. Aan te maken. Ja. We hebben het over cougars in dit programma. En dat gaat natuurlijk over de vrouwen die dan met jongere mannen daten. En nou is natuurlijk het probleem, ja, als je wat ouder bent, je moet natuurlijk wel heel fit zijn. Wat zijn nou de juiste bewegingen en oefeningen die we kunnen doen, zodat de onderkant, bekken, allemaal lekker soepel blijft? Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Nou ja, voor de soepelheid is yoga natuurlijk prima. En voor de stevigheid en de ontwikkeling van je spieren en je uithoudingsvermogen zou je bijvoorbeeld kunnen gaan fietsen, hardlopen, dat soort dingen. Ja. Of met en de hip en thai aan gaan. Deze, ja, precies. Nou ja, daar hebben deze binnen heb ik al zelf gemerkt, ja, is erg belangrijk. Dat klopt. Nou ja, dan koop je bijvoorbeeld een hip en thai, een weerstandsband. Want je moet met weerstand trainen. En dat kan natuurlijk met gewichten. Dat kan een tai bo zijn, dat kan een leg press zijn. Nou ja, verschillende krachttrainingsoefeningen. Maar met dit elastiek bijvoorbeeld geeft ook weerstand. En dat zijn dan allemaal eigenlijk best een leuk ondeugend ding dit. Kan je ook leuk. Ja, maar jij begint ook over ondeugend. Gebruiken. Ja, maar het is ook heel speels bedoeld. Ja. Alleen je doet hem niet om je polsen, maar je doet hem om je enkels. Nee, ja. En dan heb je allemaal bewegingen, zijwaartse bewegingen, squatbewegingen. Precies. Ik zou je vertellen, ik heb een tijdje geleden heel hard moeten sporten, omdat ik wist dat ik een Playboy fotosessie had. Ja. En ik moet beamen dat ik heb 3 maanden lang getraind. Ja. Ik heb 7 uur ben ik uit bed gegaan, werd ik uit bed gehaald door de trainer zelf. Ja. Er komt verder geen kwaad hoor, die trainer. Okay. Maar, en we hebben dus echt keihard getraind. Ja. En het helpt. Ja. Want het lijkt wel of dat je een soort elastieke pakje ineens ja. krijgt. En het hele lichaam ja. wordt strak. En het mooiste vind ik daarvan, en dat weet jij ook, en dat verkondig je ook altijd. De energie die je krijgt en de ja. blijheid. Ja.